De nieuwe situatie aan de Ten Hagestraat in het centrum van Eindhoven roept bij veel fietsers vraagtekens op. De weg is verbouwd en weggebruikers lijken soms geen idee te hebben wat de bedoeling is. De onduidelijkheid van het kruispunt zit hem in drie punten. Als fietsers hier aankomen fietsen, worden ze meteen geconfronteerd met drie rijbanen waar ook nog eens auto's van twee kanten aankomen rijden. Die auto's zijn vooral bezig met in of uit de parkeergarage rijden. En ze houden dan nog niet meteen rekening met overstekende fietsers. En omdat het fietspad voorheen aan deze kant van de weg lag, gebruiken veel fietsers, ondanks het bord dat daar hangt, nog steeds deze stoep. Wat vindt u van de nieuwe situatie? Waardeloos. Echt wel. Voor automobilisten en ook voor fietsers. Waarom? Je kunt nergens, je kunt tegen auto's oprijden, maar als je een ongeluk zou maken, dan ben ik eraan. Maar die automobilist vindt het ook niet leuk. Dat is gewoon niet goed. Degene die dit uitgedacht heeft, die moet hier maar eens een keer elke dag komen fietsen. Naar het werk en terug, moe. Het is nu een beetje rommelig, maar ik denk dat dat ook wel komt omdat ze aan het verbouwen zijn. Dus ja. Denkt u dat mensen moeten wennen? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, en het is soms ook even kijken van waar moet ik eigenlijk fietsen? Want ja, het is gewoon even anders dan dat het anders is. Maar ik denk dat als het straks verbouwd is, dat het dan gewoon duidelijk is. Ik denk dat het wel gevaarlijk kan zijn, met name als het heel erg druk is bij de parkeergarage. Als er heel veel mensen uitrijden, dan denk ik wel dat het wel redelijk gevaarlijk kan zijn als je fietsers heel snel aankomen rijden. En dan als er dan auto's uit de parkeergarage komen of... Dat het wel gevaarlijke situaties kan opleveren, inderdaad. Het roept dus vragen op. Vragen waar de wethouder van verkeer in Eindhoven misschien antwoord op heeft. En natuurlijk hebben we ook veel reacties gehad dat het een gevaarlijke situatie is, ook voor fietsers. Dat is ook de reden dat we meteen ook gekeken hebben hoe kunnen we dat ook verbeteren. Vandaar dat vandaag ook meteen die markering op de weg is getekend. Is het al af? Nee, het is nog niet af. We blijven continu in gesprek ook met fietsers. We halen input op. We halen goede en de minder goede dingen op. En we kijken hoe we het zo goed mogelijk kunnen verbeteren. En zo snel mogelijk ook. De Fietsersbond trekt op Twitter aan de bel. Er wordt gesproken van een levensgevaarlijke situatie. Het is volgens de bond een kwestie van tijd tot er een zwaar ongeval plaatsvindt. Ik heb ook de tweets van de Fietsersbond gelezen. We spreken ze regelmatig, heb ik ook op gereageerd via Twitter. Dat was toen de beleiding er nog niet was. En we horen graag van de Fietsersbond ook wat zij nog voor adviezen hebben. Nemen we natuurlijk ook mee in de afweging om te komen tot een zo goed mogelijke situatie hier. Ja, ik denk dat het wel aangepast moet gaan worden. Maar ik denk dat met name de kleur is van het pad. Dus omdat hij nu ook gewoon de asfaltkleur heeft. Dus dat je duidelijk meer signalering op de weg aanbrengt. Fietssymbolen, misschien de kleuren nog aanpassen en... Misschien dat het dan de duidelijkheid nog verbetert. Die auto's moeten haaientanden hebben. Want wat uit die garage komt, moet stoppen. Dit eigenlijk ook, maar dat is niet duidelijk. Volgens de gemeente Eindhoven moeten fietsers nog wennen aan de nieuwe situatie. Maar voor nieuwkomers blijft het zoeken waar ze nou precies moeten oversteken.